Burgemeester Liesbeth Spies, de straten en stoepen zijn inmiddels schoon in Hazenswoude-dorp. Nu de woningen. Ja, er wordt heel hard gewerkt. Gelukkig kan iedereen weer op de fiets en met de auto bij zijn eigen huis komen. Wat er nu gebeurt is dat er nog ongeveer 70 huizen asbest vrijgemaakt moeten worden. Nou, dat gaat vanaf de daken naar beneden toe. De eerste indruk is dat het mee lijkt te vallen. Het goede nieuws is ook dat er nog in geen enkele woning anders dan die van de boer asbest is aangetroffen. Dus het gaat echt om de buitenkant van de woningen, de daken, de tuinen die nu schoongemaakt worden. En nou ja, als we daar, als het saneringsbedrijf alles op alles zet, dan hebben die echt nog wel een aantal weken misschien nodig. Maar dan is het ergste leed snel geleden. Want hoeveel woningen zijn er dan nu schoongemaakt ongeveer? Ik kan niet precies zeggen hoeveel woningen er nu al zijn schoongemaakt. Want het gaat niet woning voor woning, maar het gaat blok voor blok. En dat betekent dat ze boven op de daken van die blokkenhuizen beginnen en dan naar beneden toe gaan. Dus bloksgewijs wordt dat gedaan, maar ze gaan van boven naar beneden. Dus eerst alle daken en dan de tuinen van mensen. En ja, die 70 woningen, want daar gaat het in totaal om, die moeten zo snel mogelijk weer schoon zijn, de tuinen schoon zijn, zodat mensen weer kunnen doen en laten wat ze willen. Wat voor gevolg heeft dat op dit moment dus voor de korte termijn voor die inwoners van Hazenswoude? Ongemak. Want wij adviseren mensen om heel goed op te letten. Dus hun schoenen bij de voordeur uit te doen. Niet in de achtertuin of in de voortuin te zijn. Totdat het saneringsbedrijf heeft gezegd van nou, dit is schoon. De gemeente langs is geweest om te controleren of dat ook inderdaad het geval is. Dus het is vervelend. Zeker natuurlijk met dat hele mooie weer wat er de afgelopen dagen is geweest. En misschien ook nog wel even zal zijn. Maar er wordt echt hard gewerkt om het ongemak voor mensen zo kort mogelijk te laten duren. Het is een advies. Het is niet verboden om bijvoorbeeld in de tuin te zitten. Wij gaan uit van het gezond verstand van heel veel inwoners, ook de mensen in Hazenswoude-dorp. Wij geven hen het dringende advies om niet in de achtertuin te komen totdat die is schoongemaakt. Uiteindelijk bepalen mensen zelf wat ze doen. En nou ja, je ziet en je hoort dat mensen daar ook verschillend mee omgaan. Maar het advies is heel duidelijk, ga alsjeblieft niet de tuin in voordat die is schoongemaakt. Ja, want zoals bijvoorbeeld vorige week ook heel ironisch, liepen de mannen in witte pakken rond om asbest schoon te maken van de straten. En dan zo'n jongetje dat daar woont, die daar op zijn driewieltje tussendoor fietst. Ja, en laten we ervan uitgaan dat dat jongetje zo snel mogelijk ook weer in een schone tuin kan spelen. Daarom hebben we als gemeente ook ingezet om in ieder geval de straten en de stoepen zo snel mogelijk weer schoon te krijgen. Want dan ga je natuurlijk ook met auto's en fietsen schoon en vuil heel snel verspreiden. Dus wij wilden voorkomen dat het asbest wat op straat lag zich via auto's of via fietsen verder zou verspreiden. Verder in Hazenswoude of naar andere plekken toe. Nou, dat maakte dat we binnen 48 uur, en dat is natuurlijk toch best heel snel, de straten en de stoepen schoon hadden. En nu rekenen wij op de medewerking van die bewoners om gehoor te geven aan het hele dringende advies wat we ze hebben gegeven. Ik weet dat dat niet fijn is, dat is ongemakkelijk, zeker met dit mooie weer. Maar heb alsjeblieft even geduld en ga naar plekken waar je zeker weet dat het schoon is, omdat daar geen asbest meer ligt. U zei net van tot nu toe valt het mee, de asbest die gevonden is, zeg maar. Blijft het ook meevallen? Kortom, hoe dichter men zometeen naar die brandhaard toe gaat, dus te groter wellicht wat de schade is? Nee, voor de 70 woningen waar we het over hebben valt het mee. Is het ook niet een soort asbest die tot de allerlelijkste soorten behoort? We hebben het helemaal niet over het bedrijf van de getroffen boer en zijn woonhuis. Want daar is echt sprake van een hele forse verontreiniging. En dat zal echt nog veel langer duren voordat die hele omgeving ook is schoongemaakt. Maar dat is één gezin, één boer die daardoor getroffen is, heel zwaar getroffen is. Maar de vervuiling in de wijk zelf valt relatief gesproken nog een beetje mee. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor die woningen die, zeg maar, een muur gevormd hebben en alle asbest hebben tegengehouden, die, zeg maar, echt aan de rand staan van die wijk?
ja, ook voor die woningen geldt dat ze goed worden schoongemaakt. Dat er ook in die woningen aan de binnenkant kleefmonsters zijn genomen, zoals dat heet. Die zijn onderzocht. In geen van ook die woningen is asbest binnen in de woning aangetroffen. Dus ik denk dat dat een grote geruststelling is voor de bewoners van die woningen ook. De woningen staan ook een heel stuk hoger dan dat de boerderij staat. En ook die woningen worden net zo goed als al die andere woningen aan de buitenkant, de tuinen en gaan zomaar door schoongemaakt. Maar de verontreiniging daar is niet veel erger dan de woningen die op een bepaalde andere plekken staan. Het woonhuis van de boer, de opstallen van die boer, die zijn echt het zwaarst van allemaal getroffen. Het speeltuintje aan de Ferdinand Bolstraat, daar kunnen kinderen van een woensdag weer gaan spelen. In ieder geval voor een groot deel. Ik weet niet of dat het hele speeltuintje al schoon is, maar ik heb begrepen dat we er alles aan doen om het gras weer in gebruik te kunnen nemen. En dat maakt ook dat we woensdagmiddag een uitnodiging hebben aan de bewoners, aan de kinderen, om, mochten er nog vragen zijn, ze die aan de saneerder kunnen stellen, aan de mensen van de gemeente. Ik zal daar zelf ook zijn. En dan hopen we toch, voor zover er nog vragen zijn, ook die laatste vragen nog te kunnen beantwoorden. Want wat is het doel van die bewonersbijeenkomst van woensdagmiddag? Nou, even laten zien dat wij onszelf ook realiseren dat het voor deze mensen een nare en een spannende week is geweest. Morgen is het ook precies een week geleden dat die brand heeft plaatsgevonden. Ook te laten zien dat we echt onszelf goed realiseren dat dat veel overlast en ongemak heeft veroorzaakt. Maar hoop ik ook gerust te kunnen stellen met het feit dat er heel snel voortgang wordt gemaakt met het schoonmaken van de tuinen en van de woningen. Hoe gaat het met de getroffen boer en zijn familie? Redelijk goed. Ik heb hem gisteravond in Hazenswoude-dorp nog gesproken. Ik vind het knap als op het moment dat hij zijn verhaal doet, hoe nuchter en met gezond verstand hij dat verhaal ook doet. Hij is natuurlijk zeer begaan met zijn koeien, die het er niet allemaal goed hebben afgebracht. Zijn nood om tijdelijk ergens anders onderdak te vinden, dat was eigenlijk zijn tweede hele grote zorg. Zelf is hij heel blij dat hij het er zo goed ook met zijn eigen gezondheid van af heeft gebracht. Datzelfde geldt voor zijn familie. En ja, hij realiseert zich natuurlijk ook nog niet volledig wat dit allemaal voor hem gaat betekenen. Dus er is voor hem ook nog heel veel onzekerheid. Kan hij zijn bedrijf weer gaan hervatten? Hoe lang gaat dat allemaal duren? Het zijn allemaal vragen die hij vanzelfsprekend heeft, maar waarop hij ook nog niet allemaal antwoord heeft. Er zijn natuurlijk toch 6 mensen gewond geraakt bij het redden van de dieren. Er zijn in eerste instantie 4 koeien ingeslapen. Daar komt nog een aantal koeien bij. Dat het niet gaat overleven, dat is toch best wel een impact dat het heeft allemaal. Het heeft best een impact, maar gewond geraakt. Er zijn 3 mensen naar het ziekenhuis vervoerd, waaronder de boer, waarvan men dacht dat hij wel eens heel ernstig getroffen zou kunnen zijn. Nou, ik heb hem gisteravond gezien. Hij heeft ook longfoto's en zo gehad. Inwendig is er niks gebeurd. Hij heeft een schroeiplek op zijn hand en op zijn oor. Dus fysiek is die er eigenlijk heel goed aan toe. Dat had allemaal nog veel slechter af kunnen lopen. Datzelfde geldt voor zijn familie. Dus ja, spreken van 6 gewonden is al een heel groot aantal. Voor de koeien geldt inderdaad dat er 4 die woensdagavond gelijk in zijn geslapen. En dat er vandaag nog een aantal is gevolgd, omdat die beesten te zwaar gewond waren geraakt om nog voort te kunnen leven. Laatste punt. CDA die heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de rol van de gemeente na afloop van de brand. Onder meer de communicatie naar de inwoners toe. Bent u tevreden over hoe dat de afgelopen dagen gegaan is? We zullen dat natuurlijk op ons gemak nog eventjes moeten gaan bekijken. Wat ik in ieder geval terughoor. Er zijn medewerkers van de gemeente dag en nacht bereikbaar geweest. Er zijn medewerkers van de gemeente op straat, zijn nog steeds dagelijks op straat. De saneerder heeft iemand rondlopen die specifiek voor alle buurtbewoners aanspreekbaar is en in de eerste lijn direct vragen van mensen kan beantwoorden. Dus de klacht dat er onvoldoende communicatie zou zijn geweest, die herken ik niet op basis van wat ik nu weet. Maar dat betekent niet dat we daar niet zorgvuldig in de evaluatie van dit soort incidenten aandacht aan zullen besteden.